Wel tof om aan de Pokémon Go community day. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag zaterdag. En ik ben deze morgen al een uur en een half bezig geweest met mijn vlucht van Jersey naar Londen. Tijdens mijn reis neem ik namelijk één vliegtuig. En ik had die eerst geboekt met EasyJet. Dat werd die geannuleerd door begrijpelijke redenen, omdat mijn Mastercard niet meer werkte en daardoor die betaling niet was overgeschreven. Daarna heb ik opnieuw geboekt. Is dat weer na enkele dagen geannuleerd. Weer zonder berichtje. Wat dat echt verschrikkelijk irritant is. En vandaar heb ik meer dan een half uur zitten wachten op de chatservice van EasyJet. En dat ging niet om te chatten bij EasyJet. En toen had mijn moeder het briljante idee, waarom boek je niet bij een andere vliegtuigmaatschappij. Dus nu heb ik bij British Airways geboekt. En ik weet nu al zeker, als ik ooit nog bij EasyJet wel boeken, dat ik dat heel goed ga overwegen of dat er geen andere opties zijn. Want een dikke min daar voor de klantenservice. Want ik had ook al een keer gechat met een mevrouwtje van EasyJet. En ze ja, dat is een probleem. Ja, dat is een probleem die enkel bij jou voorkomt. Ja, we weten niet wanneer dat opgelost gaat zijn. Als je je vlucht wil boeken, moet je dat ter plekke doen. Like. Ik had toch moeilijk. Het is niet dat ik hier dicht bij de luchthaven van Jersey of Londen ben. En ik kan dat moeilijk de dag zelf nog doen. Heel moeilijk. Omdat echt, ja. Als ik daar dan sta in de luchthaven van Jersey en ik heb gewoon geen vlucht. Dat is een dik probleem. Maar nu is hopelijk alles in orde. De British Airlines. Ik heb dat gisteren in mijn pyjama gedaan, dus ik ga me nu omkleden. Want binnen een uur bij de Pokémon Go Community Day. Ik kan Chinchar vangen, dat is zo'n vuurspuwend aapje. Je ziet die hier. Heel veel, alleen die komt vandaag gewoon heel veel voor. En als je hem vandaag evalueert, krijg je ook een special aanvalmodus. En dit gaan enkel Pokémon nerds begrijpen. Als je nog Pokémon speelt, komt het hier in de reacties. Ik ben echt op sommige momenten verzot aan Pokémon. De Pokémon Community Day is trouwens elke maand met een andere Pokémon. Dus de volgende gaat waarschijnlijk, als ik op reis zijn, plaatsvinden. En ik weet niet of ik er dan specifiek aan zal deelnemen. Volledig omgekleed en voor ik begin aan Pokémon Day Go. Volledig omgekleed en voor ik begin aan de Pokémon Go Community Day ga ik eerst nog vlogmas vloggen. Vlogs editen. Mijn map is voltooid. Dit is de race die ik ga afleggen. Dus. Dus inzooming. Van Ieper naar Keulen, van Keulen naar Berlijn, van Berlijn naar Praag, van Praag naar Bratislava, van Bratislava naar Wenen, van Wenen naar Rome, van Rome naar Milaan, van Milaan naar Parijs, van Parijs naar Granville, van Granville naar Jersey ligt hier ergens denk ik. Van Jersey naar Londen en van Londen naar Brussel. Die stop van Granville naar Jersey en van Jersey naar Londen staat er niet in omdat hij niet met de trein is. Van Granville naar Jersey is namelijk met de boot en van Jersey naar Londen is het met de vliegtuig. Alles is geboekt! Allee, ik denk het toch? Ik hoop het. Voor sommigen moest ik vorige week wachten omdat ik
te ver vooruit keek en daardoor kon ik dat niet boeken. Maar nu is alles geboekt. Dus ik ben helemaal klaar om op reis te gaan. Volgend weekend is het al tijd om mijn valies te pakken. En het weekend daarop ben ik gewoon al ergens in Europa. Ga ik kijken waar precies in Europa. Volgend weekend. Ik heb de data erop, maar geen zaterdag of zondag erop geschreven. Niet komend weekend, dus niet het weekend van de 23ste. Het weekend dat jullie dit waarschijnlijk gaan zien. Maar het weekend van de 30ste zit ik. Op 30 november vertrek ik van Berlijn naar Praag. Dus. Veel toffer dan de Pokémon Go Community Day, die ik nu trouwens al een minuut aan het missen ben. Dus ik ga nu meteen uit mijn appartement om Pokémon te vangen. Hallo, ik heb net Pokémon Go gespeeld. Rond 2 uur was ik hier terug op mijn appartement. Om 1:45 ongeveer ben ik weer in mijn eten. Middageten. En nu is het iets voor 3 en ga ik nog een video editen. Of 2 misschien. En daar ga ik chillen. Ik ga waarschijnlijk dus nog spelen ofzo. En terwijl ik aan het Pokémon Go spelen, aan het spelen was op Pokémon Go, kom ik een vriendin van mij tegen op de markt. En ik durf het niet te vertellen dat ik Pokémon Go aan het spelen was. En we hebben samen een toertje gedaan door Ieper, een beetje winkeltjes en zo. Ik heb mijn eten voor vanavond gemaakt. Dus penne, prei, zalm, room en een beetje kruiding. Voor degenen die het trouwens niet weten, ik ben een vegetariër die af en toe een keer vis eet. Maar niet veel. Deze kerstfilm, Holiday in the Wild, heeft 99% denk met mij. Dus die moet ik wel kijken. Net lekker lang Sims gespeeld en omdat de koud is in mijn bureau heb ik mijn computer hier gezet om de Sims te spelen. Ik heb jammer genoeg wel nog niet het Sims 4 studentenleven pakket. Ik heb vandaag wel mijn adventskalender cadeautje nog niet gedaan, dus dat ga ik eerst doen. Tijd voor cadeautje 6. Wat zit er hierin? Oké. Blauw idee. Oh, snoepjes. Kleine mercietjes. Maar koffiesmaak. Wie mij nog niet kent, ik hou van mercietjes met koffiesmaak. Yay! Ik heb de lichtjes van de kerstboom aangedaan en ik ben echt veel te licht vandaag in deze vlog. Hallo, dit was het dan voor deze vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe Vlogmas vlog. Doedels!